Hallo lieve mensen. Fijn dat jullie er weer zijn voor vandaag voor een nieuwe mantra moment livestream. Hi Marian, leuk dat je er bent. Oh. En Denise, hallo, leuk. Ja, ik ben een beetje zenuwachtig, merk ik maar. Het gaat een beetje heen en weer. Ik heb zelf de laatste paar weken heel weinig tijd gehad om te spelen. Dus ik heb zelf ook alweer zin om te spelen. Ik merk dat het ook wel een beetje spannend is. Dus ik ga vooral gewoon lekker liedjes zingen en genieten. En hoop dat jullie met me mee willen genieten. Hallo, Moos Healthy Bakery en Monte Rosa in Portugal. Welkom. Nice that you're watching also. Yeah, so we're going to sing some songs today, and tomorrow it's it's a new moon actually, so I wanted to start with a moon song, a little moon song, Into the Silence of the Moon, Into the Silence, and laten we gewoon lekker beginnen. It's a song to channel into the silence of the moon, of the wisdom of the moon, and to make your dreams come true and your being, whatever, whoever, wherever you are, just the way you are now is perfect, just the way you need to be. So please honor that for yourself, and this song is for you. Thank you.
Ja, dus. Dat is weer een lesje in mindful zijn. Ik merk dat ik even afdwaalde met mijn gedachten en gelijk schiet ik uit de melodie. Dus dat is voor mij ook weer een mooie oefening om volledig, totaal bewust hier aanwezig te zijn. En te luisteren naar wat er gebeurt. De gitaar in mezelf en met jullie. Ja. En ik had trouwens net een theetje gepakt. En yogi tea. En daarvan was de tekst: The one who listens understands. En dat vind ik wel een hele mooie. Als we luisteren, dat we veel meer begrijpen. En ik ben iemand die snel alle kanten op kan en uit het moment schiet. Dus voor mij is elk moment een moment om te leren hier te blijven. En soms ook gewoon te luisteren. En zeker als er misschien zometeen wat Sanskriet liedjes voorbij komen, wat mantra's waar je de tekst niet kent of de betekenis niet kent, laat het maar over je heen komen en luister maar. En voel maar wat er gebeurt met die vibratie van de muziek. En dat is ook wat de kracht van mantra is. Het is een andere vorm van meditatie die weer je lichaam helpt, de water in je lichaam helpt te vibreren, maar ook als je meezingt, bepaalde gedeelten in je hersens activeren om open te staan. Dus zo heeft elke soort van meditatie en devotion eigenlijk zijn eigen wijsheid en heling. En daar is mantra er ook eentje van, of zingen. Dus we gaan lekker verder. Ik denk dat we even elemental healing gaan doen om even hier en nu te komen. Dat je wordt het eren van alle elementen in de natuur om ons heen, de aarde en de kosmos en het universum. De energie weer helemaal in balans te brengen en te helen, op te schonen. Shude, shude, shude betekent schoonmaken. En de Tibetaanse mantra Om Yam Kam Ram Lam staat ook weer voor de elementen. Bye.
Hallo Daan, hallo Lisa. Dat jullie er ook zijn. Oké. Ik wil graag verder met een andere mantra. Volledig Sanskriet mantra. En dat is de Om Namo Bhagavate mantra. En dat is een mantra voor de heling van het hart. Het heeft heel erg te maken met het chakra van het hart. En het in balans brengen van de energie van het hart. Dus die wil ik graag met jullie spelen. En als je hem kent, mag je meezingen. Het is de versie van Krishna Das. Zeg ik dat goed? Ja. Ramdas, Krishna Das, Krishna Das. Ja, de zanger. Ik zeg het altijd verkeerd. Dus doe lekker mee als je hem kent. En anders mag je lekker luisteren. Ram Sita Ram, Ram Sita.
Hallo Patrick, nee, beter laat dan nooit, je bent altijd welkom. En vraag hier maar, ik weet niet wat je voornaam is, maar je bent ook van harte welkom natuurlijk, leuk dat je er zijn. Ja, jeetje. Nou, nu we wat bekenden hebben hier, heeft iemand nog een voorkeur voor een liedje, voordat we weer verder gaan? En anders dan verzin ik nog wel wat leuks. Nee? Oké. Okay. Dan wil ik graag Govinda Gopala voor jullie zingen. En dat is het liedje van Krishna, of de mantra van Krishna. En als ik het goed zeg, Krishna. Ja, ik haal ze nog wel eens door elkaar, Krishna en Vishnu, maar volgens mij is Krishna. Het zou nog kunnen dat die twee gewoon nog een incarnatie van elkaar zijn. Dat de goden bestaan in India is nogal ingewikkeld. Maar in ieder geval is het een mantra Govinda Gopala. Het gaat echt over ja, het rusten in het heel van het universum. Dus het vermaalt een hele fijne, rustgevende mantra om ja, te verstillen van binnen. Ja, en te luisteren. Zoals ik net al zei. Wie luistert, begrijpt. En dat is ook een hele mooie om mee te zijn. Govinda Narayana, Gopala Narayana, Govinda Narayana, Gopala Narayana,
Ja, dankjewel Patrick. Je hebt vast ook heel mooi meegezongen thuis. Hallo Ingrid, leuk dat je ook kijkt. Ja, dat was hem alweer voor vandaag. Ik wens je nog een hele fijne avond. En ik hoop dat jullie genoten hebben van de liedjes. En de vibraties door je heen hebben laten komen. En ik hoop je volgende week weer te zijn. En voor nu wens ik je een hele fijne avond. Tot de volgende keer. Mwah.